Hoi, welkom bij de Kaatsbommel. Fijn dat jullie weer kijken. Mijn naam is Maarten en ik ga jullie graag meenemen naar de Panigale V4S. Modeljaar 2025. Maar liefst 216 pk. Rijklaar, 187 kilo, zonder de brandstof. Wat gelijk al opvalt, is hier de dubbele achterbrug. Doen ze niet zomaar. Ducati Corse heeft flink wat testen gedaan. En uit alle testen waren ze sneller met deze achterbrug. En dat gaf eigenlijk de doorslag om te gaan werken met deze swingarm. 0,7 kilo lichter. Stepjes staan een centimeter naar binnen. De tank is aangepast. De zadel loopt 3 centimeter door. Die wat platter gaan zitten. Nog meer rijpen hier op het circuit uiteraard. Maar voor de koeling is het voorspatbord aangepast. Brede radiateur. Dat geeft 17% meer koeling. Dat zie je ook in de kuipwerk weer terug. Hè? Allemaal mooie inkepingen dat de warme lucht eruit kan. Nieuwe klauwen van Brembo. Waanzinnig, hoe mooi. Hè? En dan het dashboard. Bomvol informatie. Een van de nieuwste systemen die Ducati heeft gelanceerd is de DVO, Ducati Vehicle Observer. Dit systeem werkt met 70 sensoren en zorgt dat alle veiligheidssystemen samenwerken, maar ook steeds beter samen gaan werken. He, dus eigenlijk de rijder lezen en ervoor zorgen dat alles samen steeds makkelijker en beter kan gaan rijden. Dus je wielencontrole, je tractiecontrole. De pitlimit erop. Power lounge. Dus ik kom echt van dichtbij bewonderen. Dit is onze demo. We gaan hem inrijden. Het is binnenkort beschikbaar voor proefritten. Heb je interesse, meld je aan. Dan zou ik zeggen, de koffie staat klaar. Tot de volgende video. Doei!